Ik heb wel eens een slapeloze nacht. Ik denk, ja, waarom? Na zoveel jaren. Ze moeten gewoon, gaan we maar staan zonder vergunning. Dag. Het Haagse icoon IJskoman Moes is woest, want hij is niet meer welkom in de stad en is op zijn vingers getikt door handhaving. Vertel, wat is er aan de hand? Nou ja, wat is er aan de hand? Ik krijg hier geen vergunning. Nee. En Binnenhof die gaat 5 jaar dicht. Nou, dan heb ik gewoon een nieuwe vergunning hier aangevraagd, precies om de hoekje. En hebben ze geweigerd. Want hoe lang verkoop jij al ijsjes hier in Den Haag bij het Binnenhof? Paleis Noordeinde, Binnenhof, Lange Verhout, dus zeg maar een beetje binnenstad. 46 jaar dan. 46 jaar. En aan wie heb je allemaal ijsjes verkocht? Aan iedereen. Ik heb zelf Den Haag meegemaakt. Joop Den Hel? Maxima, ja, Maxima is nog bij me geweest. Al die ministers. Ja. Wat nou Maxima? Nou, die hebben niks genomen, alleen de kinderen en de ouders. Die was okay. Op dieet. Ja. Ben je hier voor de politiek in gegaan? Ja, eigenlijk wel, hè. Problemen die... Een IJskoman? Ja, voor de IJskoman, maar ja, ook kleine zorgen zijn zorgen. Maar dit is wel dé IJskoman van Den Haag, het icoon. Ik denk misschien wel de bekendste IJskoman van Nederland. En dan spring ik gewoon weer voor in de pres natuurlijk. Dit is natuurlijk typisch gemeentepolitiek, hè. Iets kleins, iets wat bij de burger staat en dan daarop handelen en voor iemand opkomen. Ja, dat is precies waarom ik de politiek ben ingegaan. En Moes is een icoon en daar zijn we trots op in Den Haag. Nou, wat er aan de hand is, het Binnenhof achter ons, dat wordt voor jarenlang verbouwd. Dus dat is dichtgegooid. Nou, daar staat Moes altijd. Nou, nu kan hij daar dus niet meer staan. Nou, heeft hij een hele mooie plek hier met uitzicht op het Binnenhof. En ook waar de toeristen natuurlijk langslopen. Ja, zegt de gemeente, dat mag niet. Je hebt daar geen vergunning voor. Hoe gepikeerd ben je hierover? Hoe boos ben je? Ja, leuk is het natuurlijk niet. Maar je bent boos? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ja, onder elkaar te helpen. Maar wij zetten je even neer als boze IJskoman. Nou ja, boos niet. Ik ben niet boos op de gemeente. Je bent boos. Ja, ja. Als je zo bekijkt wel, ja. Maar ik heb netjes gevraagd. Hebben we een titel voor de video? Ik wil gewoon voor betalen. Wat is nou het probleem? Ja, ja. Niemand heeft last van me. Nee. Hele stuk staat niemand. Ongeveer 200 meter daarheen is het oude Binnenhof. Dat is dan van het Rijk. Dit is van de gemeente. Ja. En hier heb je een vergunning voor nodig. En die krijgt hij dan dus niet. Nee, die krijgt hij niet, want de gemeente zegt, dit is geen verkoopgebied. Hier kan geen ambulante handel bedreven worden. Nou, dan moeten we dat gaan oplossen, dan moeten we zorgen dat het wel kan. Oké, dus dan gaan we de regelgeving aanpassen voor Moes. Nou, we hebben toen gevraagd, waar moet Moes straks heen? Toen zeiden ze, dat gaan we allemaal regelen. Ja, toen hebben ze een plekje aangeboden bij de nieuwe Tweede Kamer. Nou, ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Ja, daar loopt geen hond. Een ongezellige stuk en een grote tocht gehad ga je in Den Haag niet vinden. Ja, daar loopt geen hond. Dus we moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat hij echt wel een vergelijkbare plek heeft. Nou, dat zou hier zijn. Maar dan verander je dus de regelgeving voor Moes. Dat is gewoon, het antwoord is ja dan op de vraag. Ja, je gaat maatwerk toepassen. Hij is zo belangrijk dat ze hem zelfs in de city marketing gebruiken. Je draagt binnenkomt op de vlaggen, daar staat Moes. Ongevraagd werkt hij daaraan mee. Ja, en nou wil hij hier lekker zijn ijsjes verkopen. En dan zegt de gemeente, nee, dat gaan we niet doen hoor. Ik heb wel eens een slapeloze nacht. Ik denk, ja, waarom? Na zoveel jaren. Ze moeten gewoon, gaan we maar staan zonder vergunning. Dag. Die staan al zo lang. Ja, maar ja, ik zie ze nu even niet. Maar elk moment kan de handhaving hier komen en zeggen, Moes, heb je een boete. Ja, nou ja, dat risico moet ik nemen dan. Ik blijf hier staan, want de gemeente moet mij een vergunning geven tot de Binnenhof klaar is. Dan maar boete, ik weet het ook niet anders. Ik moet toch verder. Bijstand krijg ik niet. Ik ben zelfstandig. Dus ja, ik weet het niet meer. Ik heb wel een slaaploze nacht ervan. Tik hem aan, Moes. Nee, zeg maar zo'n bok. Dankjewel.